hele goedemorgen. Het is vandaag woensdag. Ik heb even een dag niet gevlogd, want jullie zagen hoe ik eruit zag. Ik was gewoon een beetje op. Ik moest gewoon even een hele dag op de bank liggen. Ik heb al mijn afspraken afgezegd en ik keek echt zo lang uit naar een afspraak, maar die moest ik afzeggen helaas. Maar goed, het heeft me wel gewoon goed gedaan. Ik ben iets beter. Ik zie er niet echt heel erg fit uit ofzo. Maar ik voel me echt zoveel beter gewoon. Ik denk echt dat ik binnen nu en 2 dagen wel opgeknapt ben. Ik neem lekker allemaal medicatie in. Tenminste, die spuitje neem ik in. En keelpastilles en weet ik, hoessiroop en al dat soort dingen. Maar ik wil vandaag gewoon weer lekker vloggen. Even mezelf weer lekker fit voelen. Mezelf even opmaken. Kijk eens wat ik heb gehaald. Ik heb weer lekker pure gembershotjes van Sappi. En hier zit volgens mij ook chili in of zo. Maar ik ga altijd dood als ik deze drink. Maar deze hebben me ook echt zo goed geholpen. Zo, ik heb net een gembershotje gehad. En ik heb daarna even ontbeten. Ik eet nog steeds niet hoe ik eigenlijk normaal zou moeten eten. Maar ik wil gewoon even snel opknappen. Dus lekker een broodje gegeten. Ik ga me nu opmaken. Ik had trouwens vandaag een DM gekregen. Met mijn oorbellen. Deze komen van Jennifer Fisher. Dus nu ook bij Primark verkrijgbaar zijn. Natuurlijk niet hetzelfde. Maar gewoon van die oorbelletjes. Dus als je soortgelijke oorbellen zoekt en je hebt niet zoveel budget, kan je ze dus nu bij de Primark krijgen. En ik heb ze ook wel bij de Zara gezien hoor. Ik wou dat ik ze ook kon halen. Maar ja, ik heb wel eerder verteld. Ik ben gewoon allergisch. Dus ik moest gewoon even een andere oplossing zoeken. En deze hou ik gewoon forever. Dat is ook vrij tijdloos. Maar als je dus zoekt en je denkt van ik wil niet zoveel uitgeven aan oorbellen, ik kan er gewoon goed tegen, geen rare reacties, ze zijn nu dus gewoon bij de Primark en bij de Zara ook te koop. Precies volgens mij dit. Kijk, ik kreeg deze in mijn DM. Ik zal het jullie even laten zien. Ja, het zijn niet hetzelfde hoor, maar ze zijn zilver voor met 2 euro's. You are welcome. Guys, even serieus. Wat een verschil als ik dat rode gewoon allemaal heb weggewerkt. Dus ik kan er zoveel gezonder uit gewoon. Ik heb dus vandaag voor de verandering heb ik Candy K op van Kylie Cosmetics op mijn lippen. Moet ik echt weer even aan wennen. Hij lijkt een beetje op Kylie, maar dan net iets anders ofzo. Volgens mij iets donkerder en minder fel. Ik heb mijn make-up gedaan. Ik ben er echt heel happy mee. Ik moet alleen nog mijn wenkbrauwen doen. Dus ik ga nu even een wenkbrauwpotlood halen. Ik moet nog een pakketje ophalen bij de buren. Zoals altijd. En ik heb een nieuw truitje aan. En deze is van Naked. Hij is echt heel erg fijn. Ik vind deze kleur ook echt heel erg mooi. In deze periode echt een beetje into kleuren. Ik hou echt van blauw, groen. Oh mijn god, guys. Ik heb een pakketje gewoon gelijk gescoord. Mijn buren waren thuis. I am so happy. Oké, okay guys. Ik ga naar de supermarkt. Ik wil vandaag heel graag nasi maken. Een beetje de Chinese versie. Ik heb net even een recept gevonden en ik heb er gewoon zin in. Oké. Okay. Ik ben net thuis. Ik vind trouwens de laatste tijd die zelfscan kassas bij de Albert Heijn echt gewoon helemaal geweldig. Ik ben veel eerder klaar dan normaal. Even een cola blikje open doen. Echt zin in cola. Ik ga starten met koken gemakkelijk. Vandaag dus op de planning nasi met lekker ei en garnaaltjes. Mijn zout was op. Sesamolie gebruik ik nooit. Maar ik zag dus dat die vrouw, was een Chinese vrouw die aan het koken was, sesamolie gebruikt in haar nasi. Ik heb trouwens als snack toch voor deze gekozen. Omdat hier echt veel minder suikers in zaten dan de andere. Deze is glutenvrij met veel minder suiker. Als er pure chocola in is, dat scheelt ook veel. Cola blikje. Laatste schoonmaakboekjes. Oh mijn god, dat is erbij. Lenteuitjes, lang niet gebruikt om eten. En een dopertje. Eigenlijk had je gewoon of verse nodig of uit de diepvries. Maar ik ga gewoon deze gebruiken. Want ik gebruik het eigenlijk verder nooit. Als eerst ga ik de rijst bakken. Ik heb hier olijfolie in gedaan. Guys, als deze kat een keuze had, dan was ze nu echt gewoon vegan. Zij houdt van sla, spinazie, ui. Alles wat groen is, daar houdt ze van om op te knagen. Zo, lentehuis gewassen. Ik ga 2 stuks gebruiken. En ik ga ze nu even fijn snijden. Kijk, dit vindt Dina er helemaal geweldig. Lekker, hè? Vind je het lekker ruiken? Ach, kijk.
Ik laat haar altijd een beetje meer ruiken. Nee? Oh. Oh, nee. Vandaag niet. In ieder geval. Ik ga hierin. Dan nu even een uitje snijden. Ik gebruik even een halve ui. Dat leggen we hiernaast. Deze dopertjes gaan we even uitlekken. Kijk, daarom zijn dus verse veel beter. Want die hebben meer zo'n groene kleur. En dit is een beetje zo lichtgroen. En ze zijn natuurlijk niet meer zo knapperig. Maar goed. Leg er een beetje zo bij. Dan doen we in een andere pan olijfolie. Knoflook. En de gesneden ui. Die gaan we even bakken. Jongens, gelukkig kan ik heel goed multitasken. Want ik ga nu ondertussen ook nog een vlog editen. En tussendoor koken voor jullie en dat opnemen. Dus yes. Voor de mensen die altijd vragen met welk programma ik werk. Ik werk met Final Cut Pro. En ik denk dat bijna elke YouTuber dat doet. De rijst is inmiddels klaar. Die laat ik even zo afkoelen. We bakken even de uitjes en de knoflook daar. En dan ga ik hier een eitje bakken. Ik ben voor 2 eitjes gegaan. Ik probeer het echt zeg maar apart te houden. En heel goed de eitjes roeren. Ik wil eerlijk zeggen, ik heb het nog niet eerder gedaan. Maar ik zag het dus bij de Chinese vrouw. Nu doen we gewoon de rijst erbij. Hoppakee. Zo, even goed om elkaar roeren. En we doen er een beetje water bij. De lenteui gaat er nu bij. En de garnalen. Deze zijn al gekookt en gepeld, gelukkig. Dus dat kan je als laatste gewoon toevoegen. En nu doen we sesamolie erbij. Ik heb heel klein beetje. Ik doe heel klein beetje ketchup bij. Echt heel weinig. En dan als laatste de doperwtjes. Zo, en dit is mijn nasi. Ziet er echt heel goed uit. Alleen mis ik natuurlijk iets. En het is hot sauce. Lekker pittig. Oh, I love it. Even proeven. Echt lekker. Helemaal op. Het was heerlijk. Oh, dat was lekker joh. Heerlijk gedoucht. Had echt even nodig, oh mijn god, mijn make-up overal. Ik heb mijn make-up niet eraf gehaald zoals altijd. Ik doe het gewoon echt nooit tijdens de douche. Ik ga helemaal stuk. Ik heb mijn haar net gefund. En niet op de juiste manier. En dan krijg ik dit. Dan word ik echt een soort van leeuwtje. En nu is de helft, zie je hier zeg maar, nog helemaal nat. Dus eigenlijk als ik het helemaal zou laten drogen, dan zou het echt gewoon helemaal zo zijn. Maar ik wil het vast doen, dus... Ik wou ook niet per se krullen, dus ik heb het gewoon een beetje droog gevund. Zodat ik nu even een staartje kan indoen. En daar doe ik altijd dus deze op van Victoria's Secret vanille lace. Dat is alleen maar echt lekker als je van vanille houdt hoor jongens. Zo, ik heb de keuken net opgeruimd. Ik ga nu lekker koekjes eten. Ik ga deze even uitproberen. En deze fles met water, 1 liter spa blauw, helemaal opdrinken. Lekkere focus weer hè, deze camera, ongelooflijk. Nassim is weer thuis! Hij is Nassie aan het opwarmen. Oh. Gaat het? Hij heeft geen shotje gehad. Trouwens, Nassie heeft eindelijk het pakketje meegenomen van kantoor. Van Houti. Ik weet niet of ik het goed uitspreek. Luxury Cutlery. Een tijdje geleden mocht ik dus een setje bij hun uitkiezen. Toen was ze dus binnengekomen op kantoor. Toen is Nassie hem elke keer vergeten mee te nemen. Maar kijk hoe cute. Ik heb dus gekozen voor zwart met goud. Ik ga ze niet allemaal uitpakken, maar ik dacht ik haal ze even uit de verpakking, zodat jullie het beter kunnen zien. Maar ik heb dus gekozen voor een zwarte set, een matte, want je hebt ook gewoon zo'n glanzende, met goud. En ik vind het echt zo erg mooi. En ik wou deze graag voor mijn volgend huis sowieso, maar echt voor een kerstdiner of zo. Want voor normaal, voor dagelijks gebruik vind ik dit niet echt heel erg mooi. Maar stel je voor een kerstdiner, dan vind ik het echt gewoon... super mooi. Mag ik mijn nasi ermee heen? Nessie gaat mijn nasi eerst proeven. Ik ga mijn nasi proeven. Ben je klaar voor? Ja. Mag ik beginnen? Ja. Oké. Okay. Weet je zeker? Ja! Nee!
Nee! Dat is normaal. Dat je niet door. Goed. Oh, je hebt met eieren zo doorheen gemaakt. Ja. Ik heb gewoon echt zo'n china nagemaakt. Leuk. Het was heel warm. Oh, dat duurt echt lang. Echt? Ja? Dat is precies als bij het Chinees. Echt? Fuck. Guys, ik ben nu even de vlogs aan het editen. Ik zie dat ik deze vlog weer niet heb afgesloten. Dus bij deze, ik hoop dat jullie de vlog leuk vinden. En ik zie jullie morgen weer. Doei doeg!